Jongens, welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. What else? Wat? What else? What else? Nespresso. What else? Oh, Nespresso. Nespresso. George Clooney. Ja, Albert Heijn, excellent. Ja, zoals ik wel eens de George Clooney van de Nederlandse game-industrie wordt genoemd, quote ik mijn soort van wederhelft. Oké. Jongens, leuk dat jullie vorige week zo ontzettend veel gereageerd hebben. Dikke reacties. Ja, jullie zijn wel nostalgisch allemaal. Ja, iedereen, niet voor Speed beter. Underground 2, Rayman. GTA 2. Oh ja. GTA 2 ook echt. Het was veel beter toen het nog top-down was. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het werd eigenlijk een beetje verbasterd toen ze naar 3D gingen. Ze gingen commercieel. Ik heb GTA 2 nog eens gegamed in een underground club. Oh ja, GTA 2, ja, die had ik zelf op mijn vinyl platenspeler. Ja, het speelde heerlijk. Ik moest wel telkens omdraaien, dat was wel jammer. Maar... En als je de game wilde versnellen, moest je het sneller draaien. Dat is heel handig. Kon je cheaten, kon je hem terugspoelen. Ja, maar ongelooflijk leuk gereageerd. Dankjewel daarvoor. Het is mijn laatste hot coffee show voor voorlopig. Ja, 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 want jij gaat op vakantie. Ja, dus volgende week is hier de Tom en Daan's hot coffee show. Of Marcel, of wie ik ook van de staart kan plukken. Marcel gingen we misbruiken. Ik weet het niet. Ik ga iemand misbruiken. Het gaat hier iemand zijn die ik gewoon van straat af pluk. Dus en ik zou het denk ik ook alleen doen vanaf mijn vakantieadres. Dat vind ik toch leuk. Dat was vorige keer ook erg gaaf. De hot cocktail show. De hot coffee / cocktail show. Oh nee, want toen had ik ook een cocktail voor mezelf gemaakt. Hè? Nice. Ja, ja, ja. Maar goed, nieuwe week, nieuwe stelling. En we dachten, we gaan even in op de actualiteit. Ja, want ik vond het gek dat niemand... Het was een bewogen week, jongens, in het nieuws. Maar niemand ging in op die actualiteit die allemaal vooraanstaand in ons hoofd zit. En dat is namelijk dus de volgende stelling. Hij komt van onszelf. Tom schijt al in zijn broek. En ik schijt dat heel goed. Hoezo? Want de E3 is gedoemd om tegen te vallen. De E3 is gedoemd om te mislukken misschien zelfs. Bedankt Gamersnet voor je stelling. Ja. Graag gedaan. Oh nee, dat was jij hem zelf. Maar goed. Tom schijt in zijn broek. Want ik moet de tickets nog boeken. En ik denk, ja, hallo. Waarom zou ik dat nog doen? Ja, inderdaad. Wargaming is er niet. Disney komt niet. Ja, bedoel, wat moeten wij zonder Disney Infinity? En wat moeten we zonder een Wargaming feestje? Dat is ook wel echt belangrijk. Dat klopt. Activision wil niet van de... Oké. Sorry, het spijt me. Ja, oké. Ik word gebeld, maar dat maakt niet uit. Oké. Piep. Piep. Oh. Ik dacht, je gaat hem gewoon opnemen. Nee. Oké. Okay. Hij zet hem even uit met zijn Asus ZenWatch 2. Jazeker. Wat moeten we er zonder mee? Ik weet het niet. Nee, jongens, het is ook zo dat Activision en EA hebben ook afgezegd. Bethesda doet iets wat buiten de E3 staat, zeg maar. EA ook. Ja, maar dat is... Ja, Nintendo doet het ook al een tijdje. Dat wil wel zeggen dat het, zeg maar, nog steeds rendabel is om naar de E3 te gaan. Maar iedereen trekt weg van de beurs zelf. Ja. Is het omdat de E3 te veel vraagt voor de beursvloer? Of waarom trekt de hele beurs... Geld bedoel je? Ja, ja, precies. Dat kan. Waarom trekt die hele beurs in één keer leeg? Of willen ze gewoon allemaal speciaal zijn? Zeggen, wij komen ook niet naar E3. Dat is het, denk ik. Dat... Zo passé. Ik denk dat er te veel games op de E3 zijn dat ze zoiets hebben van, ja, daar hebben we helemaal geen aandacht. We gaan er niet meer bovenuit pieken of nee, zo. Nee, we gaan er niet meer bovenuit shinen als wij ook op de E3 gaan staan. Ja, ze zijn zo... concurrerend met elkaar geworden dat ze gewoon allemaal niet meer durven. Nee. Dat is eigenlijk, wat een mietjes zijn al die bedrijven eigenlijk. Dus dat is denk ik de reden. Maar ja, ik vraag me af wat dan ook het gevolg is. Niet alleen voor de beurs, want ik neem natuurlijk aan dat er minder pers en minder journo's allemaal naar de beurs trekken. Minder. Ja, minder. Willen we meer of minder journalisten in Los Angeles? Ja. Maar nee, waarschijnlijk wordt Gamescom dan ook weer belangrijker of zo. Of een andere beurs. Of alle beurzen. Dat is dus het probleem. Dat zou het waarschijnlijk worden, ja. Weet je wat het is? Wij zijn natuurlijk best wel, en daarom doen we het ook best wel goed, denk ik. Wij zijn best wel een soort geen HQ-oriented bedrijf geworden. Wij hebben gezorgd dat wij niet meer afhankelijk zijn van externe trips om onze content te verzorgen. We hebben een formatje bedacht om dat allemaal hier te doen. Ja. En dat is heel prettig voor ons, want dat merken we ook in de industrie. Het aantal trips is, nou, voor een maand dan niet, maar over het algemeen is het aantal trips minder. Er wordt meer aangekondigd via streams. Heel vorig jaar waren er eigenlijk geen perstrips zo'n beetje. Heel 2015 was best wel rustig qua perstrips. Ja, en er wordt steeds meer aangekondigd met streams. Ik bedoel, Final Fantasy heeft een event wat helemaal live gestreamd gaat worden. Op half april bijvoorbeeld, dan gaan ze naartoe hypen, dat wordt in plaats van dat je pers naar je development haalt, stream je gewoon je eigen development op Twitch tegenwoordig. En dat soort is dingen. De toekomst. Dus ik weet niet of er nog een toekomst is voor een E3 waar alle games getoond worden. Want als jij zeg maar de hele agenda van het hele jaar hebt, als je gewoon een developer bent, dan kies je gewoon een week. En dan is het rustig. Dan doen we een toffe stream. Maken we een event met fans. We hypen het een beetje met dit en dat. We werken een keer samen met een of andere partij. Ja, dus...
Ik zou het jammer vinden. Ja, als de E3... Voor ons is het jammer, maar voor jullie is het beter. Ja. Kijk naar hun. Even denk aan hun. Kijk, tuurlijk. Dat is een camera, Peter. Ik beloof dat wij nog wel af en toe naar Los Angeles gaan. Ook al is gewoon shits. Niks voor shits en fucking giggles. Voor shits en giggles. We gaan gewoon naar LAX. Of Dreamhack. We vonden we ook een leuke trip. We zoeken wel iets op. Maar het is voor jullie beter. Want jullie kunnen alles zien wat wij kunnen zien. Het is niet meer dat exclusief. Alleen de journalisten achter de... Dat vinden wij ook niet eerlijk voor jullie. Ja, en sowieso was dat ook een beetje mosterd naar de maaltijd vaak. Want wij krijgen dan op E3 een demo te zien van een game. En een week later wordt die hele demo gewoon opgenomen en op YouTube gezet. Soms al een dag later. Ja, dus dat is... Dan denk je ook van... Een beetje spek en bonen af en toe. Ja. Van de hele exclusiviteit, het hele persgedoe. Het is er vanaf omdat alles toch al zo interactief en online dus is. Dus eigenlijk is het voor ons ook steeds meer... Die reis kost ons €3000, daar kan ik je wel eerlijk over zijn. Die reis is dus voor ons ook steeds meer... Spek en bonen voor die 3K. Nou, wel leuk netwerken. En een beetje geweren schieten, en hamburgers eten en zo. Ja. Dat is wel tof. Het is inderdaad netwerken. Maar dat ontnemen jullie ons. EA, Activision, Bethesda, Disney. Ja, maar ik merk hier wel dat er nu een soort van... een schisma? Een schisma? Bestaat een muur? Een muur. Ontstaat tussen de belangen van jou en de belangen van hun. Ja. Ja. Wat zij hebben, mijn belang is... een boodschap aan. Ja, we kunnen toch vloggen, dat is tof. Dat is, de vlogs van Dreamhack zijn heel goed bekeken. Nou ja, en ik weet zeker dat er heel veel bezoekers en kijkers ook al op zitten te wachten op onze coverage vanuit Los Angeles. Want dat is gewoon tof. En dat wij mededelen hoe het is om daar als een VIP, als een royalty achter de schermen behandeld te worden. En op Wargaming Faces gewoon onder de tafel even door een Russische... Even een ander ding. Kan ook anders uitpakken. EA gaat een event erbij te doen. Bethesda gaat een event erbij te doen. Nintendo ook voor de helft vaak. Doen ze ook nog dingen in de Nokia Theater. Mm-hmm. De laatste keer dat Activision niet op E3 aanwezig was... Hold up. Is de Nokia Theater niet inmiddels de Microsoft Theater? Zou dat niet heel gek zijn? Want Nokia is opgekocht door Microsoft. Ja, maar ik denk dat dus Nokia is wel een succesvolle product op telefoongebied geweest dan Windows ooit gaat worden. Oké, ik word even gebeld op mijn Windows phone. Oh ja, het lukt het wel om op te nemen. Of moet je 5 keer drukken? Oh, batterij op. Ga door. Maar, de laatste keer dat Activision niet op E3 aanwezig was, weet je welk jaar dat was? Waarschijnlijk ergens toen we nog tulpenbollen aten. Nee, dat is 2010 of 11. Ik weet niet helemaal zeker meer. Maar het is wel, was dat jaar dat ze het stadion afgehuurd. Dat stadion tegenover waar de Lakers spelen. Hoe heet het? De Staples Center. Uh-huh. En dat ze daar al die artiesten hadden. Justin Bieber en zo. Nee, niet Justin Bieber. Wie stond er? R.E.M. en Deadmau5. Wie was nou de main act? Dat zou heel... Nee, dat was Eminem. Eminem was de main act. Eminem. En dat was zoveel op Justin Bieber. Ik had al die jeugd, dat weet ik toch ook niet waar dat mee bezig is. Ik bedoel, ik hoorde de tijd van Mies Bouwman. Wie van de drie? Met Ron Brandsteder. Oh, dat was helemaal niet. Anyhow. Maar ja, dat was dat jaar. Dus het zou best wel kunnen dat Activision nu gewoon weer het Staples Center afhuurt. En ons... Justin Bieber geeft. Eindelijk. Dat andere artiesten van nu, zoals de Beatles. Ik heb heel veel goeds gehoord over de Smiths. Die komen op tegenwoordig. Is dat een van de hipse bandje? Nee. Hey, dus dat zou ook kunnen. Dat er allemaal toffe events worden georganiseerd. Maar goed, dat zou ook leuk zijn. Het lijkt er voor nu wel op alsof de E3 een soort van leeg aan het lopen is. Iedereen zegt af, ze willen allemaal iets anders doen. En met die digitalisering van dit tijdperk natuurlijk. Kan het ook best wel zijn dat tegenwoordig beurzen niet meer van deze tijd zijn. Of binnenkort niet meer. Het is niet anders. Gamersnet bestaat sinds 2000. Wij passen ons er wel op aan. Wij overleven alles. Dus ja, we hebben Hives overleefd. Hives overleefd, dude. MySpace. I know, MSN. MSN hebben we overleefd. Kijk, ik ben er niet zo bang voor. Het is alleen wel jammer voor ons reisje. Maar goed. Dit jaar gaan we nog wel, hoor, Tom. Ja. Dus dat wordt een nieuwe feest. En ook voor jullie. We gaan superveel vloggen. Maar dat is nog heel ver weg. Ik wil geweren schieten. Dat is alles wat ik wil doen daar. Ja. Ja, en de E3-verslaggever graag. Maar het is gewoon... Nee. America! Jongens, bedankt voor het kijken. Als je dit leuk vond, laat even een reactie hieronder met jouw stelling. En geef even een reactie op deze stelling. Dat is wel even belangrijk dat je dat doet. Dan hebben wij weer loopt de E3 leeg? Loopt de E3 leeg? Gaat het tegenvallen? Wat denken jullie ervan? Ja. Of denken jullie van je stuck-up bitches? Jullie willen alleen maar daar naartoe om gewoon te feesten en bij Wargaming een beetje te doen. Wat is dit? Ze hebben zo'n nieuwe simulatiekit dat je zelf die hendels in die tank moet... Nice. Die hendels zitten ook hier. Ja, ja. Oké, hartstikke goed. En nog één ding. Volgende week zit Marcel hier met een stelling over e-sports. Geef er alvast eventjes feedback over. Of iemand anders, we weten niet. We gaan iemand regelen, maar waarschijnlijk... Wil je Marcel niet? Ik wil ook best wel met Marcel werken, daar niet van. Maar dat e-sport is nu ook, want Fox Sports gaat e-sports uitzenden. Dus geef even daar een reactie alvast op van waar ze het over moeten hebben. Ja. En geef een like. En abonneer voor meer.
Ook als je op Gamersnet zit. Ergens op Gamersnet hebben we een abonneren en een like knop verstopt. Ja. Zoek hem maar eens. Zoek hem. What else?